Tim tegen Lange Frans. Ik blijf het checken. Nogmaals, joh, het is net als hiervoor. De winnaar of de eerste tegen de tweede en dan weer de eerste tegen de tweede. Koppenpunt. Ermend. Hoi. Goed. Frans. Begint. Jury klaar. Bolle en Lange. Hoi. Dit zie je niet vaak. Bolle en Lange. Onthoud maar. Oké. Goed. Oeh. Ja. Je noemt je Bolle. Ik zie een magere kill. Iemand die backstage strings dragen wil. Geloof het nou. Ik pak je aan gram voor gram. Die kroon hier vanavond blijft in Amsterdam. Het is leuk, ik nak je als een vodka 7-up. Je moet gaan werken in een comedyclub. Want je hebt een hoop zelfsport. Maar die zelfsport maakt het hier iets te hot op je sport. Geloof het nou, het is echt heel. Jij bent een wacky idioot, de irritante kill. Kijk wat ik hier heb, mijn backfunk. Laat je neuken in je navel door een crackjunk. En ik ken er genoeg. Papies zoals jou hangen alleen maar in de kroeg. Ik heb nog meer op mijn lever. Je wordt genakt als een biertje en een rauwe jenever. Het is zo open. Ja, 16. Next up, Tim. Yo. Oh. Luister. Oké. Dus ik werd door een crackjunk geneukt in mijn navel. Nu je het over hebt, jongen. Ik krijg nog 10 euro van je vader. Ja toch, maar voor naam is dat Lange Frans. Nee, rij maar één woord op, en dat is kankerchap. Ben je van een dikzak? Ik ben echt te slim. Wat is je vader soms Lange Jan op de Efteling? Shit, ik kan het weten, hij is mijn buurman. Ik sta daar elke dag een stuk of 20 uur, man. Als hollebolle Gijs, ook al ben ik afgevallen. Beter ga je Amsterdam stoer doen op de wallen. Fuck that, want ook in hier in Paradiso komt Rotterdam, die neemt die troon en jij verliest zo. Ja toch, en dan kan ik je nog wel even dissen. Ik heb je wijf gevingerd en dat is Mad West tijdens de film. En dan moet je gedissen door iemand aan spijken issen. Hé. Hey. Nee. Je begon voor de beat, Jing. Ik blijf ook scherp. Je begon voor de beat. Alright. Ja, was een leuk stijltje van die vette. Ik heb geen vriendin, alleen maar sletten. Het is zo simpel, verrek geen rimpel. Je hele fucking hoofd is één dimpel. Ik knijp hem uit, er zit niks meer in dan één hersencel. Dus luister naar de Lange Frans, ik leer je lessen wel. Ene oor in en het andere oor uit. Sukkels als jou eet ik voor ontbijt in Diemen Zuid. Dan is het genoeg en ik tel je met mijn klit. Je wordt gepoft en geblaast als een fucking oude stik. Het is zo ontzettend makkelijk, want jij bent een drol. We bossen hier gewoon voor de lol. En deze man, ik weet niet hoe die spacen kan. Maar één ding is zeker, dat hij overdreven kwam. Maar deze man blijft niet drijven in de motherfucking Maas. Het is de Lange Frans en ik hoef op met de baas. Hè? Ja, bla 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 bla. Als je wil klappen, gaan we naar de arena. Yo. Oké. Moeten we het over hebben? Oké. Dit is Bolle. En die zet die shit weer recht. Wat irritante jongen, die shit heb je al 6 keer eerder gezegd. Je valt in herhaling, volgens mij kan je alleen maar schelden. Tim Bemis is de allerdoofste van jullie freestyle helden. Hey jongens, nu kan je hier wel niet behalen. Maar Amsterdam verliest toch van Rotterdam in de finale. Dat kan je wel zo doen, volgens mij voel je wat onzeker. Jongens, neem mijn pak maar en kom maar met die beker. Ja jongens, jullie zijn een beetje partijdig. Maar dat maakt niet uit, ik ben de doofste freestyler in tijden. Ha, dus het doet me helemaal niks. Geld maar tegen die dikke, hey joh, de kreek is hier. Tja, dan kan je het toch doen, maat. Dat maakt niet uit, straks voelt je kop toch de straat. Oh nee, mocht je niet aanraken, de beat is afgelopen. En dit ook jongens, dus begin allemaal maar naar je graf te lopen. Yo, Rotterdam, Amsterdam. Rotterdam, Amsterdam is liefde hoor, hier zo. Is liefde hoor.
What the fuck, yo. Brengen het helemaal naar die fucking voetbal shit. Nee man, we zijn allemaal voor ADO Den Haag. ADO, popo. Jury. En nu, opnieuw. Jullie willen ze nog een keertje horen? Hey, what the fuck, is de finale, jullie gaan moeten werken, nog een keer, what the fuck. Hi. Ja. Nee, Frans. Jij begon toch? Ja. Ik weet het ook niet meer. Interesseert me ook fuck meer. We gaan gewoon door. Maar ik zit eigenlijk te denken, we kunnen elkaar gaan dissen, maar ik denk dat ik even wat meer dingen ga dissen. Want we zijn er bij, weet je wel. Geef me beat. Oké. Precies. Goed. Ik ben er hoor. Helemaal. Dit is MC 1 en dat is MC 2. Dikke middelvinger naar die chumps van MTV. We wilden een fucking spotje voor ze opnemen. Ze wilden het niet uitzenden, omdat we een jointje mee wilden nemen. Dus het zijn allemaal fucking kankerleiers. Laat de lange en de ballen op de VSLP rijden. Bitches is wat ze allemaal zijn. En we gooien motherfucking wacken circles voor de trein. Flap channel, je kan wel aars gaan tapen. Laat een fucking Frans zal je klik komen repen. Je weet wat we doen. Strik niet voor de poen. Je wilt niet komen, je gaat dood als een oen. Langen in de bollen, koppen gaan rollen. Wat wil je nou weer komen doen? Je bent wack als fucking opgezwollen. Oh jee. Volgens mij hebben we hier een moreel dilemma. Oh jee. Het is een moreel dilemma. Je mag niet over de organisatie praten. Dat was echt... Oké dan. Luister dan. Oké, Frans. Nou hebben we een probleem, maar moet ik... Nou, godverdomme. Ja. Oké, doe je ding. Oké, luister. Hold on. Stel de microfoon. Ja, zo de beat. Hier staat hiervoor. Spot de hasselen, daar. Rechts, die. Hey. Je moet er geen lyrics in fluisteren, Frans. Oké, luister. Eén ding moet ik doen, puur uit verzekering. Heb één keer dissen, dat is dus deze belediging. Want dan weet ik in ieder geval zeker, dat heeft hij niet gedaan, heb ik gewonnen. En daarom is nu die shit en hier opnieuw begonnen. Oké, luister, wat is die prijsje waard? Waarom krijgen de rappers hier geen geld voor een treinkaartje? Shit, moet ik dan alles zelf betalen? Dat geld gaat naar de organisatie, dat is voor ons wel even balen. Ja, en dan niet aan de mensen die het hebben geregeld, want die doen het ook gratis, want dat zijn pijnnegers. Er zijn mensen ergens, bovenaan de top moet ze het even zeggen. Wie verdient hier nou aan die tv-rechten? Shit, ik hoef die cd niet eens. Ik dis de organisatie, nu word ik gedisqualificeerd als VSOP. Maar dat boeit me heel veel. Tim Beumers die is toch de allerbeste crimineel in. Worden jatten, de gestoorste mannen. Die altijd naar mij toe komen, maakt niet uit, want ik moet het ook verwachten. Als dat het makkelijk maakt voor de jury. Jury. Hallo. Oké. 1 en 2. Lange Frans. Even voor. Hi Joe, nogmaals, ladies and gentlemen. Dit was de MC National Battle Spit Showcase. Hey, wacht even, laat me even wat zeggen. Yo, Frans. 2 seconden. Frans. Ik vind het dood dat jullie hier allemaal zijn gekomen. Klaar. De Paradiso is vol om 8:30. Dat is de shit.
Jullie, daar gaat het om, ja. Jullie, hele shit. Hi. Ja, is goed. Ja, dit ding is zwaar, man. Ja, het is echt zwaar, hè. Dit is de hele Def Jam catalogus, geloof ik. Dus alle cd's erin. Ik hoop dat je cd's draait.